Yo, Nintendo fans, welkom bij alweer de vierde aflevering van Pokémon Shining Pearl. In de vorige aflevering hebben we de gymleader van Orberg City verslagen en hebben we onze eerste badge gepakt. Als je dat niet hebt gezien, ga het zeker even checken. En nu kennen wij Rock Smash. En met Rock Smash kunnen wij volgens mij door naar het volgende puntje, volgend stadje, nadat we Geodude hebben verslagen. En daarvoor heb ik mijn Matty Abu, die is geëvalueerd naar Monferno. En jullie kunnen nog steeds nicknames verzinnen voor Pokémon die ik ga vangen, hè. Ik check de comments, ik lees het allemaal. Dus als jullie echt een goeie hebben, dan ga ik dat gewoon doen. Onix is de tweede Pokémon in mijn team en die heet Rocky. Als je benieuwd bent of we vandaag een nieuw Pokémon gaan vangen, doe het duimpje omhoog. En als je straks gezien hebt of we een nieuw Pokémon gevangen en je vindt hem tof, doe dan gewoon weer duimpje omhoog. Gewoon twee keer. Gewoon kan. En abonneer, want dat vind ik leuk. Dan gaan we richting de 70.000 abonnees. Dat zou super vet zijn. Oké, laten we even Rock Smash gebruiken. Wie komt ons helpen voor Rock Smash? Het is Bidoof, de ultieme baas, jongen. Hoppakee, dankjewel, Bidoof. Lekker dat je dat niet meer hoeft te leren aan Pokémon. Moesten wij wel echt hier naartoe? Ik weet het niet meer. Volgens mij niet. Volgens mij hebben we hier wel allemaal itempies en zo. Lekker bezig, Bidoofie. Lekker Rock Smashen. Let's go. Heb ik hier een fietsie voor nodig? Oké, wie lopen hier nog meer in deze grot? Oeh. Psyduck is wel interessant, die hoor. Psyduck vind ik wel nice. En een water-Pokémon kan ik best goed gebruiken. Oké, laten we proberen om Psyduck niet te slopen. Ik doe gewoon Scratch, gewoon easy peasy. Ja, oké, hij gaat niet kapot. Wow, en ik heb nog niemand een naam zien verzinnen voor Psyduck, jongens. Moeten we Psyduck dan ook vernoemen naar een character van een cartoon of van een film? Ik vind het eigenlijk wel een Donald. Toch? Donald Duck. Psyduck, ja, ik vind het een Donald. Dit wordt gewoon Donald. Let's go. De derde Pokémon in ons team is een feit, jongens. Lekker. Ik word er wel blij van Psyduck. Abu wil Fury Swipes leren. Ik vind die altijd vervelend. Die duurt altijd zo lang. Ik ga dat niet doen. Yo, Psyduckie. What up? Donald Duckie. Alleen dan gewoon zonder Duck. Dus gewoon Donald. Let's go. Donald has been added to the party. Gelijk al een nieuw Pokémon aan het begin van deze video. Ik word daar heel blij van. Oh, ik wou dat itempie pakken. Kent Donald al een water move eigenlijk? Ja, hij kent Watergun. Nice. Dan kunnen we nu Donald wel even gaan trainen. Oké. Rustig ervoor staan en die Stardust opvakken. Let's go. Volgens mij moest ik hier nog niet naartoe. Maar ik heb een nieuwe Pokémon, dus ik ga niet klagen. Ja, dan wil ik niet eten tegen Zubats, jongens. Ik wil Geodudes. Ik moet Donald trainen. Wacht, misschien liggen hier wel gewoon goede items. Wat liggen hier? Oh, trouwens, ik heb jullie allemaal horen zeggen en lezen zeggen in de comments dat je Mew kan krijgen. En dat je allerlei andere legendarische Pokémon kan krijgen. Ik vind dat nooit zo leuk voor in mijn team. Ik bedoel, het is vet om die te krijgen, maar voor team... Ja, dat wordt de game al heel snel te makkelijk. Als ik nu een Mew ga gebruiken en zo, laten we dat maar gewoon niet doen. We gaan gewoon voor de echte Pokémon. Ja, Mew is ook een echte Pokémon. Maar de normale Pokémon, zoals Donald, die even deze Geodude gaat nakken met zijn waterpilistool. Let's go! Waterpilistool, hoppakee! Oeh, en hij heeft natuurlijk weer Sturdy. Ja, dat dacht ik alweer. Hij gooit een zandstorm. Ja, maar deze Psyduck wordt wel een baas. Ik voel het gewoon. Deze hebben we nodig, jongen. Lekker gedaan, Donald. Hoppakee. Toch goed dat we even daar beneden zijn geweest gewoon. En we zijn weer buiten. Ja. We zijn weer terug in Jubilife City. En in een van deze huisje kan je dus ook een legendarische Pokémon vinden. Hè? Volgens mij is het Jirachi die je hier ergens kan vinden. Maar we gaan gewoon naar de linkerkant. Oh, hier kan je gaan vissen. Ja, maar ik heb al water-Pokémon. Ik hoef niet meer te vissen, jongen. Ik ben hartstikke tevreden met mijn Psyduck. Dat is helemaal goed. Ze vroeg aan een vriendje of die hier kwam, maar ik kom niet. Nou, oh, zielig. Nou, ik ga ook weer. Ik ben niet jouw vriendje. Dag. Oh, van deze krijgen we een vishengel. Een oude vishengel. Yo, top. Dankjewel. Jongens, ik heb toch een map gekregen. Waar is mijn map? Zit dat in mijn Poké-edge of zo? Oh, hier. Die zit gewoon buiten je bag. Oké. We moeten hier naar boven. We moeten hier naar Flow Aroma Town, denk ik. Nee, we moesten naar Eterna. Maar dan moeten we denk ik via Flow Aroma. Dus we moeten hier ergens naar boven. Moeten we hier naartoe? Ja, yo, Rowan. Ik vind dit wel een lekker steltje, hoor. Het ziet er wel echt leuk uit. Rowan die zegt, je hebt de perfecte timing zoals altijd. Deze choppies die zitten alleen maar onzin te praten. Wil je ze even wat manieren bijbrengen? Ja, is goed, man. Oeh, ik ga samen met Rowan battelen of met Dawn. Samen met Dawn, let's go. Turtwig en Donald, let's go. Jullie zijn vast en zeker een goed team. We moeten tegen Team Galactic. Ik ga Confusion doen op Zubatje. En Zubatje gaat Astonish op mij doen. Oh, ik ben flinched. Dus ik ga helemaal niks doen. Nou, lekker dan. Dat is waarschijnlijk... Oké, ook niet echt heel erg nice. Hij doet een stringshot op ons allebei. Dat is geen lekker begin tegen Team Galactic. Oh ja, Absorber gaat hij ook nog doen. Hou eens even op, Zubatje. Doe eens normaal. Even kappen nou. Kom op dan, let's go. We gaan dit doen. Confusion op Zubat.
killt hem voor de helft. Turtwig maakt hem kapot. Tackle. Oh, Zubat leeft nog. Yo, sinds wanneer leveren deze choppy Pokémon zoveel problemen op, jongen? Zubat en Wurmple, kom op. Dit moeten we sneller kunnen fixen. Als ik mijn Monferno hier had, jongen. Mijn Monferno had jullie allebei al lang kapot gemaakt. Het is dat ik gewoon even mijn Pokémon moet trainen. Daarom duurde het wat langer. Hoppakee, lekker donut. Zubat is weg. Hoeveel XP'tjes? 97, toppie. Nu nog even deze Wurmple. Ja, dat is niet erg effectief. Maar we gaan hem wel kapot maken hoor. Let's go. Turtwig krijgt het wel zwaar te verduren. Die wordt continu geraakt. Hartstikke idee. Confusion erbovenop. Wurmpeltje weg. Lekker. En ik denk dat de twee Pokémon een level omhoog gaan. Ja, Donald naar 9. Rocky naar 12. En Donald wil ook Fury Swipes leren? Nee, gaan we niet doen. Nee, Fury Swipes irritant. En Rocky leveltje 12. En die wil ook een nieuwe move leren. Wat was het? Dragon Breath volgens mij? Ja, nou dan halen we Bind weg, want Bind, nee, ook irritant. Oké, Team Galactic, dat was leuk kennis te maken met jullie. Gaan jullie nu wel lekker naar huis? Dag, doei! Met jullie mooie blauwe haren. Jullie gaan weer zeggen, maar zij hebben tenminste haar. Ik weet ze, jullie gaan weer in de comments weer hetzelfde zeggen als bij aflevering 1. Ik ken jullie, jongens. En Team Galactic wil de krachten van de Pokémon pakken voor zichzelf. Dit was wel een leuke battletje, Don. Oké, tot de volgende keer. Was weer gezellig. Volgende keer bij jullie thuis. Wie is dit, mevrouwtje? Ze zegt, die gasten die zagen er eng uit. Maar je hebt hem wel poepie laten ruiken. Dat was als een frisse adem. Mijn naam is Bebe. En ik werk hier als systeemadministrator in Hardtown City. Ten oosten van hier. En vanaf nu kunnen we Pokémon boxes gebruiken. En we kunnen nu ook stickers doen op onze Pokéballs. Ook helemaal top. En ik weet niet of jullie die piepjes op de achtergrond houden. Maar mijn vaatwasmachine wil duidelijk maken dat die klaar is. Hou je mond! Hou je mond, zei ik. Hij luistert niet. Anyway, wat ligt hier? Hier ligt een Paralyze Healty. Hallo. Oh, hier gaan we weer battelen met z'n allen, joh. Kom dan, ik heb hier een Psyduck voor je. Beam. We gaan lekker verdedigen. Oké. Confusion! Maak hem gek. Lekker. Jij bent zelf zwak, maar je gaat eerst verdedigen, dan ga je growl doen op mij. Sarah snapt het leven niet, jongen. Je moet aanvallen om te kunnen winnen, Sarah. Kom op. Ik had beter jouw Bidoof kunnen trainen, man. Kom op. Het is wel weer lekkere training, dat wel. Donald wordt goed getraind op deze manier. Magikarp! Magikarp is ook zo'n Pokémon waar je respect voor moet hebben. Kijk hoe hard die splasht, jongen. Is niet normaal. Deze splash move is super sick. Er gebeurt helemaal niks. Maar ik weet niet of jullie die Magikarp app ooit hebben gespeeld. Daarin is splashen heel belangrijk. Hoe hoger je splasht, hoe hoger de score wordt. En hoe beter de Magikarp jij bent. Die app is super grappig. Ik heb volgens mij ook een keer een video van gemaakt op dit kanaal. Oké, sorry Magikarp. Je hebt genoeg gesplashed. Oh, nu tegen Starly. Een aantal van jullie in de comments zeggen dat Staraptor echt super sick wordt. Dat ik alsnog een Starly moet vangen. Omdat dat Starly echt heel goed wordt. Het zou kunnen. Misschien dat we Starly vangen op een hoger level. Als we een level 15 Starly of zo tegen gaan komen. Misschien wel. Als we dan nog geen vettere Pokémon zijn tegenkomen, dan zou ik dat zomaar kunnen doen. Confusion! Het is wel gek dat ik nu opeens tegen level 5 tegenstanders moet. Ik heb net een gymleader verslagen die level 12 Pokémon heeft. Kom aan. Ik verwacht meer van dit spel. Kom op. Wat heb jij voor mij, Samantha? Bidoof! Oh, Bidoof kan mij kapot maken. Eigenlijk heb ik nu mijn Monferno nodig. Maar ik kan natuurlijk ook Confusion doen. Ja, Bidoof gaat absorben, hè? Ja, Bidoof maakt geen grap. Bidoof snapt hoe het werkt. Samantha weet hoe ze mij moet aanpakken. Maar ik weet ook hoe ik haar moet aanpakken. Namelijk met Confusion. En met nog een Confusion. En dan is Bidoof klaar. En dan krijg ik die freshe XP, jongen. Dan krijg ik die experience puntjes. Lekker. Oeh, Donald is bijna level 10. En dan staat hier nog één trainertje. En die zegt, ja, er zijn blokjes daarbinnen. Die vervelende blokjes. Die versperren de weg. Wat zit hier eigenlijk voor wilde Pokémon, jongens? Ik bedoel, het is nu avond. Volgens mij. Ja, het is 7 uur geweest. Bidoof zit hier onder andere. Ik ga niet weer Bidoof gebruiken hoor. Die heb ik in mijn Baby Only Challenge gebruikt. Ik ga die nu niet gebruiken. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, en hij is ook in één keer kapot. Want hij is maar level 4. Sorry. Hoppakee. Donald, 2 levels hoger nu al dan toen ik hem gevangen had. Level 10. Let's go into the grot. Wat ligt hier? Oh, oké. Okay. Oh, rustig. Ik wou gewoon rustig de Pokéball pakken, Geodude. Sorry. Niet boos worden, man. Steenkop hoofdman. Dat zou mijn nickname zijn voor Geodude. Steenkop hoofdman. Alleen, dat past denk ik niet. Hé, hey, hij heeft geen sturdy. We kunnen hem gewoon in één keer slopen. Wat fijn. Oh, we kunnen daar gelijk naar buiten. Wacht, laten we eerst even kijken wat daar is inderdaad dan. Sowieso is dit niet waar we naartoe moeten. Maar ik ben wel benieuwd wat hier is. Huh? Oh, we zijn nu gewoon een laagje hoger, joh. Oh, op die manier. Oké, top. Pokeballetje oppakken. Een awakening.
Is dit wel waar we naartoe moeten? Volgens mij is dit wel waar we naartoe moeten. Jo, maar dan gaan we eerst even kijken wat er nog meer in die grot te vinden is. Of was daar alleen water? Kan ik me dat goed herinneren dat aan de linkerkant gewoon water was? Dat we daar naartoe kunnen als we surf hebben? Volgens mij wel, hè? Kijken. Ja, en een itempie, dat ook wel. Oeh, rock tomb. Oké, cool. Oké, let's go. We zijn weer buiten. Dan moeten we weer gaan battelen met wat trainertjes voordat we in de stad aankomen. Kom op, Donald. Je bent weak tegen deze Pokémon, maar je kan het. Ik heb alle vertrouwen in je. Let's go, Confusion. Let's slope die bedoel. Oeh, lekker gedaan. Ja, dan word je natuurlijk geabsorbed, maar jij kan dat hebben. Ja, jij kan dit. Ja, jij kan dit. Oh, lekker man. Ik heb volgens mij een goede Psyduck te pakken. Dit is de aflevering van Psyduck. Psyduck is aan het shinen, jongens. Lekker. Dan nu tegen Cherubi. Ah, weet je wat? Dan mag Abu ook nog even een keer wat doen. Ik denk echt niet dat ik Onix ga gebruiken, man. Het is een beetje sad, want hij zit wel in het team. Maar hij zit echt een beetje voor spek en bonen, volgens mij. Ik gebruik gewoon nooit steentype Pokémon. Ik weet niet wat het is. Ik kan er niet meer overweg of zo. Het is niet mijn ding. Ik heb liever vuur en elektriciteit en water. En psychic. Maar steen, ja, ik weet niet. Ik gebruik dat nooit. Gebruiken jullie vaak steen Pokémon? Laat het even weten in de comments. Oeh, ja, het is wel een Shinxie, hoor. Er is wel een Shinxie nu. Oké. En Shinxie... Ja, jullie willen graag dat ik een Shinxie neem. Ik weet dat jullie dat graag willen. Ik weet dat jullie willen dat ik deze ga vangen. Zal ik het gewoon doen? Zal ik hem gewoon in mijn team doen, jongens? Gaan we gewoon voor Shinxie? We gaan het doen. Ik ga hem gewoon pakken. Let's go. Let's go. Al is het maar voor tijdelijk. Dan hebben we een Shinx en dat is gewoon super dope. Hoppakee, level 6 Shinxie. Joint het teampie. Ja, en ik heb al een comment gelezen van een geniale nickname. Shinx is natuurlijk uiteindelijk een leeuw. En we hebben Abu al, dus hey, welkom Simba. Ja, superleuk. Jeetje man, komt er gewoon even een Shinxie langs hier in het gras. Super cool. Ik kan het gewoon niet laten om Shinx te vangen als ik hem zie. Ik neem het me voor van tevoren. Nee, Rick, niet weer Shinx. Je doet altijd Shinx en het is gewoon super goed en super tof. Doe het nu een keer niet. Vervolgens zie ik een Shinx. En dan moet ik hem gewoon vangen. Ik kan er niks aan doen. Ik moet het gewoon doen. Ondertussen maakt Abu even gehakt van deze Bug-type Pokémon natuurlijk. Easy peasy. Dat is helemaal geen probleem voor Abu. En dan gaat Shinx al gewoon naar level 7. En Psyduck gaat naar level 11. Dus dit is ook gelijk lekker zo. Lekker die XP'tjes binnenharken. Dankjewel Brandon voor de XP. Wordt gewaardeerd. Dan hebben we hier volgens mij een duo battle tegen twee dametjes. En die zeggen, ja, wij zijn de sterkste in de klas. Oké, laat maar zien. Laat maar zien. Let's go, Pachirisu. En nog een paar... Oh, twee Pachirisu's. Oké. Ik heb hier Abu en Rocky. De Onix gaat toch nog wat doen. Maar eerst doet de Pachirisu even lekker quick attack. En die andere Pachirisu doet ook een quick attack op mijn Abu'tje. Ah, doe lekker waar je niet laten kan. Ik pak je toch wel aan. Rock throw van Onix. Oh. Kijk, dat bedoel ik. Hij kan niet eens een Pachirisu die al voor de helft kapot is kapot maken. Ik weet het niet. Nee. Nee, Onix, ik voel het niet. Het was even backup voor die eerste gym, maar... Nee. Dat gaat hem denk ik niet worden. Kan je nu wel aan? Ja, nu wel. Lekker gedaan hoor, Onix. Knap hoor. Oeh, zo. Wel veel XP. Simba gaat gelijk al naar level 8. En die gaat hierna ook al gelijk naar level 9. Simba leert charge. Hoppakee. En die andere is ook weg. Nice. En nu gaat Simba gelijk naar level 9. En Abu gaat naar 17 en Rocky naar 13. Dit was een lekker battletje voor XP, jongens. De defense van Simba is alleen niet helemaal nice. Die zit nu pas op 10. Dus daar moeten we op letten met Simba. Oké, maar zijn we nu bijna in de nieuwe stad, jongens? Dat moet haast wel. Hier ligt nog een Pokeball. Bullet Seed, dat is nuttig. Ik denk alleen niet dat ik die aan iemand kan leren op dit moment. En hoppakee, Simba gaat zelfs al nu naar level 10. En in deze stad kan je dus Mew en Jirachi krijgen. In Flow Aroma Town. Ik ga ze zelf niet halen, maar als je wil weten hoe, check dan sowieso de volgende video. Doe het duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan, want dan ben je daar sowieso bij. Dan zie ik je bij de volgende. Mazzel! Oh, en laat even weten wie jij leuker vindt, Psyduck of Shinx. Mazzel!